Hoi, dit is Martijn van der Hof voor Natuurkunde 5 VWO. Dit is filmpje over wiskunde bij natuurkunde. En met name de wiskunde bij het onderwerp trillingen. Nou, we kijken hier een onderwerp wat bij wiskunde B komt of nog gaat komen. De eenheidscirkel. En waarom heet nou de eenheidscirkel? Nou, het heeft een cirkel met een straal van lengte 1. Dat zie je hier ook. Dus de straalslengte 1, ook al zijn de vakjes 2, maar dan is die wat groter. En zo is die simulatie. Daarnaast kan je ook beseffen, trillingen is een herhaalde beweging. Dus een beweging die zich steeds gaat herhalen. En een cirkel is ook een herhaalde beweging. Net zoals de golf, de sinus die je hieronder ziet. Nou denk je, ja, maar ik heb sinus gehad in plaats van hoeken. Hè? Dus dan hadden we hoeken en driehoek. Nou, dat is hier ook een beetje. Kijk, als ik één naar de cirkel draai, dan krijg ik hier een driehoek. En wat heb je gehad? Nou, je hebt gehad dat van de hoek, de overstaande, hè, sos cas toa, de overstaande de sinus is. Dus de overstaande gedeeld door de aanliggende, of sorry, de overstaande gedeeld door de schuine, sorry, is de sinus. Nou, en aangezien de eenheidscirkel is 1 van 1, is dus de overstaande i gedeeld door 1 en dan krijg je die hoek. En nu staat die op radialen. Maar je kan hem ook op graden zetten. En dan zie je, ik heb hier dus een kwart langs gegaan. En dan heb ik een kwart pi. En dit is een halve pi. En dat komt overeen met graden, 180 graden. Want ja, dat weet je wel. Een hoek van 180 graden is gewoon een gestrekte hoek. Klopt dat ook dan voor de cosinus? Ja, voor de cosinus had je geleerd, die driehoek, dat is de aanliggende gedeeld door de schuine. En de schuine is nog steeds 1. Dus daar is die x-waarde. Dus hij is maximaal als die hoek 0 is. En als we dat dan in een grafiek gaan kijken, in een functie, dan zien we onderin dus hoe die grafiek loopt. En dan zie je dus, hij is maximaal als de hoek 0 is. En bij sinus was dat minimaal. Maar dat komt natuurlijk omdat het de aanliggende is bij de cosinus, dus zie je de x. En dan zie je dat het maximaal bij 90 graden, of minimaal bij 90 graden, want dan zie je dat die x 0 is. En dan weer helemaal negatief als die 180 graden is. Of een half pi. Of sorry, een hele pi. Nou, wat je ziet dus dat bij graden is een hele cirkel 360 graden en bij radialen is dat een andere verdeling, is dat 2 pi. En dan begin ik weer opnieuw. Je ziet dat hij dan een cirkel extra doortekent, want dan heeft hij één trilling gedaan. Dus dat is het verband tussen de hoeken. Hè? De hoeken die je gehad hebt in 4 VWO met goniometrie en de functie van de sinus en de cosinus. Je kan deze applicatie ook testen. En dan kan jij dat even nog nadoen. En het komt als het goed is nog bij wiskunde B. Oké. Voor nu schakel even over en om een aantekening te maken. Dus pak je pen en papier en schrijf door. Schrijf mee. Oké, we gaan nu verder met een aantekening. Nou, je zag net al dat de basis de sinus is. En je ziet ook dat de uitwijking, de beschrijving van de uitwijking een sinusfunctie is. Dat zie je hier in het boek rechter bij dat plaatje. En die sinusfunctie die kan dus maximaal 1 worden. Dat heb je net gezien bij het vorige stukje film. Nou, dus ik kan de sinus even tekenen. En dat doe ik door op bepaalde kenmerken even punten te zetten. Waar ik denk, nou, dat is handig om te tekenen als je 0 is. Nou, hier, ik doe altijd om de 3. Maar dat mag je zelf weten. En hij begint daartussenin op de helft is hij precies horizontaal. En hier. Dus dan komt hij er ongeveer zo. Het is wat moeilijker tekenen digitaal. Dus ik hoop dat je het papier beter kan. Zo. En wat daar dan bij hoort, afhankelijk van radialen of graden. Hè? Dus dan hoort hier pi. En hier 2 pi. En dan hier 1,5 pi. Maar dat kan natuurlijk ook zijn 180 graden, 300
60 graden en daar weer 180 bij is 400, 400, 540. Oké. Nou, je weet dus, die functie wordt beschreven, dat zie ik ook. En als ik die functie dus beschrijf, dan staat die UT is de maximale uitwijking, dat is de amplitude, keer de sinus, keer een gedeelte 2π. Keer T, gedeelde de trillingstijd. Nou, gaat het over gewone getallen, dan is die tijd gewoon een tijd. Tijd is wanneer je de uitwijking wil weten. En de T, de trillingstijd. Dus in dit geval is die T, is die trillingstijd, is dan tot hier. Oh, sorry. Dan is de trillingstijd. Dat is precies wanneer er één trilling is geweest. Als er pi in staat, dan moet je je rekenmachine op radiaal hebben staan. Dus staat er pi in. Pi. Pi. Dan rad. Hoe zou die dan eruit zien als het met graden is? Ja, dan wordt die formule natuurlijk, dan kan je dat vermillen. Dus u is a keer sinus 360 keer t gedeeld door t. En dan is die als u op graden is. Oké, nou, het kan ook zijn dat we de frequentie willen weten. En aangezien de frequentie 1 gedeeld door t is, en dat zie je ook bij mijn eigen aantekening, heb ik ut is dan a keer sinus 2pi f gedeeld door t. Dus dan wordt die f is 1 gedeeld door t. Dus dat heb ik in mijn boek erbij geschreven. Jullie mogen dat ook doen in je boek erbij schrijven. Oké, nou, je weet dus dat dat maximaal is. En wanneer is dus die uitwijking maximaal? Ja, als het gedeelte... Wanneer is die uitwijking maximaal? Als dit gedeelte precies 1 is. Want daar komt 1 uit, want dat wisten we uit de eenheidscirkel. Min 1. En natuurlijk kan het een veelvoud zijn, hè? Dus het kan ook zo'n uitwijking natuurlijk wel van 5 meter zijn. Maar als het standaard is, dan is die hier maximaal. Dus wanneer is de uitwijking maximaal? En wanneer is dat? Nou, wanneer is die maximaal? Bij een half pi. Want dat zie ik hier, bij een half pi of een kwart van de trilling. Of bij minimaal bij 3/4 van de trilling. Dat noemen we ook wel fase. Dus fase, hè, dus als we dan kijken van hoeveelste deel van de trilling heeft hij doorlopen, dan is dit fase is 1/4. En dit fase van de trilling is 3/4. Nou, dan is hij dus bij een pi is hij een halve trilling, dus een half. En bij 2pi een heel. De fase zegt dus iets over waar de trilling zich bevindt. Fase zegt iets over welk deel van de trilling. Ja, dus als de trillingstijd een uur is, dan is hij na een kwartier op de maximale uitwijking. Oké. Nou, nog even wat wiskunde over differentiëren. Oftewel de afgeleide bepalen. Wat heb je geleerd? Je hebt geleerd dat de afgeleide bepalen is de helling bepalen. Huh? Ja, in 4 VWO zit bijvoorbeeld ook dat de afgeleide van... Oh, daar gaat fout. Dat de afgeleide van de UT... is dat V, T, de snelheid. Dat deden we door dx, di, of in dit geval du, dt. Of di, dx. Dus grafisch ziet dat er zo uit. Dan ga ik kijken, wanneer is die stijl? Wanneer is die minimaal? Nou, dat is hier. Hier is die minimaal, die afgeleide. En hier bijvoorbeeld is een moment waar die maximaal is.
En hier minimaal. Je ziet dus dat die afgeleide, dus als hij door de evenwichtstand gaat, maximaal of minimaal is. Oftewel, daar is de snelheid het grootst, want die afgeleide zegt over de snelheid. Als ik dat dus ga tekenen, kan ik dus het VT-diagram tekenen. Hè? Dus dan krijg ik V meter per seconde. Dan zeg ik, oké, de snelheid is hier dus 0 op dit tijdstip. Hier is die 0. Maar hier is die maximaal. En hier is die dus weer minimaal. En hier is die dus 0. En hier is die maximaal. Hier is die minimaal. En hier is die maximaal. Ja, dan krijg ik die vorm die je net ook al zag bij de simulatie, een cosinus. Want die is maximaal, die begint maximaal. Zo, oh, even een stukje terug. Het is niet zo mooi, hè? Je moet even netjes de boog erin. Zo, oftewel, dan is dus V V maximaal dat gedeelte van die som, als dat maximaal is, als dat 1 is. Hey, wat we ook weten is, de tweede afgeleide, oftewel dus de tweede afgeleide van de uitwijking, is dus de eerste afgeleide van de snelheid. En die was de versnelling. Dus als de versnelling, dus als we dat weer kijken naar dat lijntje, hè, dus waar is dat dan? Dan kijken we naar deze, dan zie je hier, oh oké, okay. Hier is dus een negatieve versnelling. Nou, dat ging niet helemaal netjes, maar ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. En hier is een versnelling, de versnelling is aan het begin 0. Dus als ik die dan teken, dan krijg ik hier weer daar is die hier 0. Alleen dan wordt de versnelling hier negatief. En dat hebben we ook geleerd, want de afgeleide, dus differentiëren van de cosinus, wordt een negatieve sinus. En dat zie je ook in je boek. Want als ik in je boek kijk, dan ga ik even een foto erbij doen. Ja, ik had toch even beloofd om naar de slinger te kijken. Je ziet hier in de uitstand is de snelheid minimaal. En als je dan gaat versnellen naar het midden, is daar de snelheid maximaal. En nu wordt de snelheid minder. En hij wil natuurlijk terug. De kracht wordt het grootst, dus de versnelling is maximaal. In het midden is de versnelling minimaal. En zo klopt dat ook met wat we net uitgelegd hebben met de functies. Dus we kijken nog even verder. Als de uitwijking maximaal is, dan is de snelheid 0. En dat is belangrijk om te wat heten. En is de versnelling negatief, de andere kant op. Hij wil terug naar de evenwichtstand. Als de snelheid maximaal is, hè, dus de snelheid is maximaal of minimaal, dan is de uitwijking 0. En de versnelling ook 0. Hè, dus als de uitwijking maximaal, als dus de snelheid maximaal is, de versnelling 0. Want in evenwichtstand is er geen versnelling, want er werkt geen kracht op in de evenwichtstand. Oké. Okay. Laat ik even zien in de slinger applicatie. En verder kwam ik nog even terug op het afgeleide nemen. Als ik hier in je boek kijk, dus we weten nu dat, even kijken, even, oh, hé, maar al mijn pennen zijn weg, oh, dat is gek dit, daar zijn ze. Ut is dus a keer sinus 2 pi keer gedeeld door t. En ik zet die t er even achter, keer t.
Als ik daar dus de afgeleide van neem, dan heb ik de snelheid. U is VT. En hoe doe je dat dan? Nou, de afgeleide van de sinus is de cosinus. En dat gedeelte, 2 pi gedeeld door t keer t. Dus dat blijft hetzelfde. En doe je de kettingregel. En dat is de afgeleide van het stukje wat tussen haakjes staat. En dat is dit stukje. Daarom heeft hij even apart gezet. Dus dat wordt 2 pi. En die a stond er ook nog. 2 pi. En dan zet ik die a er even boven. A gedeeld door t. En nu weet je meteen, als dit stukje... Als dit stukje 1 wordt, 1 is hier maximaal. En vandaar dat geldt, V max is 2 pi a gedeeld door t. En dat staat ook in je boek. Gaan we weer naar de tweede afgeleide van u. Dus de eerste afgeleide van V is a. De versnelling. Die zet ik even onder, anders past het niet. Dus dan heb ik al 2 pi a gedeeld door t. De afgeleide van de cosinus wordt de min sinus. Dat stukje nog een keer herhalen. 2 pi gedeeld door t keer t. En dan moet dat stukje daar dan weer de afgeleide van nemen. Dus dat is 2 pi gedeeld door t. Ook weer datzelfde stuk. En dan krijg je dus 2 pi a gedeeld door t keer 2 pi. Want dat moet je ervoor zetten. Want dat geldt volgens de regel. Min sinus 2 pi gedeeld door t keer t. Als ik dat helemaal netjes opschrijf, is dat dus 4 pi kwadraat gedeeld door t kwadraat keer die amplitude, die min zet ik er even netjes voor, sinus 2 pi gedeeld door t keer t. Nou, heel veel wiskunde bij natuurkunde. Ik vind het vooral belangrijk dat je dit stuk snapt, dus dat je nog niet zo goed, als je nog niet helemaal goed kan differentiëren, is dat niet erg, maar dat je het wel grafisch kan, hè? Dat is namelijk de helling bepalen. Succes met de opgave van paragraaf 7.1. Toedeloe!